De opleiding die ik doe is een verkort traject eigenlijk van de vierjarige opleiding. Dus je krijgt gewoon even een kijkje al wel in de wereld waar je graag in wilt werken en een kans om een portfolio te maken waarmee je daarna naar toelatingen kunt en jezelf beter kunt presenteren. Ik heb in het atelier gewerkt. Het was een erg leuke periode. Ik heb ontzettend veel geleerd, ontzettend veel contact ook met ontwerpen, goede begeleiding. Nieuwe technieken geleerd, want daar is Jean Temier ook erg van. Hij is erg van de ambacht en het gebruik van ook goede materialen. En het is ook hoe meer je er zelf in gooit qua eigen energie en qua eigen ideeën, dat wordt ook echt opgepakt. Ik heb voor Stichting Nahid, dat is een stichting in Afghanistan die zich richt op vrouwen die geen thuis meer hebben, omdat ze vaak gebeurt dat daar dat ze door hun man of familie bijna weggepest worden. Daar heb ik armbandjes voor verkocht en de opbrengst daarvan heb ik aan dat goede doel gedoneerd. Mijn toekomst, ik ben bezig met toelatingen te doen voor andere opleidingen, voor wel richting mode, maar ook richting design. Een goede werkmentaliteit en een fijne energie voor echt iedereen die vast in het atelier zit om mee te werken. En daarin ook nog steeds zeg maar, de onzekerheid van een student, dus uiteindelijk een mens in wording. Maar daarin niet het onderzoek uit de weg gaan en ook niet schromen. Dat is altijd heel fijn om te zien, dus daarom hoop ik en verwacht ik ook dat ze een grote toekomst tegemoet gaat en nog heel veel dingen gaat doen.